exotische naam, maar het staat voor Miscanthus cellulose. En Miscanthus, dat is de Latijnse naam voor, of Miscanthus giganteus, is de Latijnse naam voor het olifantsgras wat wij verwerken. Ja, even over dat giganteus, hè? Dat is groots, ja. Neem ik gigantisch. Ja, klopt. Hoe groot is giganteus? Nou, groot is 4 tot 4,5 meter hoog in een goed seizoen. En dat betekent dus ook dat per hectare een enorme opbrengst heeft aan biomassa. Ja. Wat doen jullie daarmee? Nou, wij zijn actief in de bioraffinage. Dus dat betekent dat wij elke component uit het gewas halen en die proberen te verwaarden. En wat is dan de relatie tussen jullie en die paarden? Nou, een toepassing van het olifantsgras is dat het gebruikt wordt als stalstrooisel. Het is een heel droog gewas en het neemt goed vocht op. Daarnaast wordt het ook gebruikt in de veesector als voedingsmiddel voor onder andere koeien. Dat is natuurlijk wel, het zijn geen paarden, maar het wordt dus breed toegepast ook in de hippische sector. Ik heb een achtergrond in de papierindustrie en daar is cellulose de grondstof van. Nou, ons gewas bestaat voor ongeveer de helft uit die cellulose. En de papierindustrie was al jarenlang op zoek naar alternatieve cellulosebronnen. Omdat het toch grondstoffen worden schaars. En men wil ook niet afhankelijk zijn van de grote boseigenaren. Dus is die zoektocht begonnen. En ja, bij Miscanthus kwamen we toch wel zulke goede resultaten uit dat we uiteindelijk besloten hebben om daar een bedrijf mee te starten. Ik vind het heel fascinerend dat je, als je vanuit de papierindustrie komt, ja, vervolgens in de wereld van de paarden en de koeien terechtkomt. Ja, nee, ja, dat klopt. Er zitten natuurlijk een hele, er zitten verschillende industrieën omheen. Maar ja, die gewassen die worden dus ook gebruikt als onder andere stalstrooisel. Maar elk gewas bestaat voor een groot deel uit cellulose. Dus dat is een hele duidelijke link met die papierindustrie. Ja. We hebben hier in Nederland een aantal proefvelden staan. En als je daaraan rekent, dan betekent dat voor elke 10 ton biomassa die van het land afkomt, dat er ongeveer 15 ton CO2 wordt vastgelegd. Nou, als je dat dan vertaalt naar de opbrengst hier in Nederland, dan heb je per hectare ongeveer de uitstoot van een huishouden per jaar. Als ik nou een nietsvermoedende paardenliefhebber ben, hè, wat zeg jij dan over jouw product? Dat het eigenlijk overal toepasbaar is. Dus alles wat je ziet om je heen, daar zou je onze producten in kunnen vinden. Wat vind je het mooiste voorbeeld? Nou, het mooiste voorbeeld wat we denk ik tot nu toe hebben is een circulair fietspad. Waarbij de bindmiddelen voor de helft zijn vervangen door onze lignine. De bindmiddelen die daar gebruikt worden, dat zijn bitumen. Dat is eigenlijk het bodemproduct van de olieraffinage. En op dit moment kunnen we daar dus 50% van vervangen. We werken aan 100%.